De transfer van postbelangrijkste man Frans Klein naar het talpa van John de Mol is eindelijk bevestigd. Hij gaat de plek van Marco Lauwerens innemen als televisiedirecteur. En dat terwijl er bij de publieke omroep nog een onderzoek loopt naar Frans' rol in het schandaal rond De Wereld Draait Door. Beetje onethisch. Maakt voor John gelukkig niet uit. Kritiek op Frans hoeven we vanuit het talpa-kamp niet meer te verwachten. Hart van Nederland, ook onderdeel van Talpa, benoemt in een artikel over zijn overstap niet eens dat er bij Dumpon nog een onderzoek tegen hem loopt. Hart van Nederland is dood van binnen en heeft compleet lak aan journalistieke onafhankelijkheid, concludeert Geen Stijl. En ook Helene Hendricks beseft maar al te goed dat het nu Frans is die over de programmering gaat. Ze probeerde gisterenavond in haar populaire talkshow De Oranje Zomer wel heel opzichtig om controversiële uitspraken over de televisiebobo te vermijden. Dat liet ze over aan haar tafelgast Jury Mulder. Helene's tafelgast Saam Hagens, ik vraag me wel af of Frans Klein weet waar hij aan begint met die zes mannen. Als er achter de schermen iets aan de hand is bij de mannen van zes, dan moet je dat oplossen als directeur. En jij weet hoe vaak het misgaat achter de schermen bij zes. De presentatrice daarop, ik wens Frans Klein heel veel succes met die mannen inderdaad. Jury, maar je bent wel verzekerd van goede catering, toch? Helene, hahaha. Dit is heel vilijn. Het cateringrelletje bij de Mpo met Frans Klein. Hahaha. NRC onthulde eerder dat Frans met zijn broer een dubieuze fiscale constructie bleek te bezitten bij de Thaise restaurants van de familie, waar je alleen cash kunt afrekenen. Jury, hij heeft een broer met een restaurant en als ze dan ergens gingen eten met de mensen van de VARA, dan gingen ze bij dat restaurant eten. Helene, een Thaise restaurant. En declareren, ja. Alle moeilijke zaken schuif ik lekker naar jou, Jury. Jury, jij wou dat eigenlijk zeggen. Maar goed, ik denk, ik zeg het maar. Jij bent bang voor je baantje straks. Helene lachend, sorry Frans, sorry, ja sorry. Sam, wat vind jij eigenlijk van Frans Klein? Helene, ik ken Frans Klein helemaal niet. Goede vent, top vent. Niet iedereen laat zich zo diplomatiek uit als Helene. Zo schrijft Chris Zegers op zijn Insta, man, wat werk ik in een ethisch armoedige bedrijfstak. Halinarin daarop, Jezus. De buitengewoon felle post van Chris wordt gelikt door onder andere Bridget Maasland, Sanne Wallis de Vries en schrijfster Nienke Schravenmeet. Die laatste schrijft, dat John de Mol, zijn kont nog warm van het Voice-schandaal, Frans Klein binnenhaalt, de man wiens reet nog vol in onderzoek hangt. Ben gewoon te moe om nog te kunnen lachen.